Zeg, en je hebt een mooie vriendin bijgekregen? Een jeugdbuisje? Oh. Maar nee, maar het is gewoon een rood vlekje. Het is zelfs geen buis, Fik. Je hebt een vriend. Wacht, oh wee, wacht. Ach, oh wee, oh wee. Oh wee, dat is het. Maar nee, het is niks. Amai, dat is nogal een karbon. Maar nee, het is niks. Wel. Hij zal te wat komen. Maar nee. Amai, dus vind ik het ook pas. Liefje. Is dat? Ik heb dringend nood aan zon. Zeg, wie heeft er een gelaten? Jij. Echt, die... Oh, ik kreeg hem ook niet alleen maar een. Is dat een noodschattige? Dat is die Leo, hè, ja. Voor mij. Je hebt vandaag eigenlijk brood gegeven aan ons. Nee, maar Leo. Ze rot van binnen, hè? Leo, het is juist wel drie frietjes. Drie frietjes laten vallen. En alle twee zien ze omdat ze niks met hem. Als ze liggen er allebei, dan is het Marcel. En dat er iemand toch dat van mij kwam. Die zijn gewoon rot van binnen aan het worden, denk ik, want dat is maar... niet te harde. Nee. Die geur dat daaruit kwam... Dat is een walm en die blijft ook hangen. Ja, je raakt er niet meteen vanaf. Ja. Ook als je er dan voorbij wandelt, dan komt dat weer allemaal... Wat? Het is weer van dat, hè. Liet in de scheet? Amai, het is weer heftig. Leo, alsjeblieft, vriend. Wil jij kaka doen? Ik denk dat het Marcel is. Ja. Ja. Tik, tik. Zeg. Het zal je worst maar wezen. Dat is niet juist. Het zal de worst wezen. Het, niet, het zal worst. Mijn worst maar wezen. Dat is geen oorspraak. Dat noemen ze een micropenis. Hè? Hallo allemaal. Hallo. Testing 2. Het is al Montélimar. Weet je wat ze er verkopen in Montélimar? Wat dat bekend is? Zeg eens. Allee, kom op. Raad eens. Het is helemaal niks gekend. Ja, wel, Montélimar, het zal nog niet. Hallo. Ja, ik denk dat dat typisch is als je zo'n lange rit hebt, dat je een keer een spelletje speelt. Heb jij een spelletje gespeeld? Ik moest raden van u wat er in Montpilaar gemaakt werd. Wat? Allee, mijn vragen stellen. Eten. Ja. Een saus. Een dier? Nee. Mag het toe zo? Dat is de stoemste vraag ter wereld. Is denk ik vraag. Ja, ik vind... Ja, is dat een dier? Ik vind het geen goeie vraag. Als je naar een persoon moet zoeken... Dan is een van de eerste dingen toch dat je vraagt, is het een man of een vrouw? Want dan kun je al de helft van de mogelijkheden uitschakelen. Hij vraagt dan zoiets... Ja, is het een leuke mens? Ja. Is het zoet of is het zout, zou je kunnen vragen? Is het zoet? Ja, het is hard aan de tanden en er zitten notjes ook soms in. Oh, dingen. Ja. Magnum. Het is hard aan de tanden en er zitten notjes in. Ja, het kan heel hard zijn. Maar het kan ook zacht zijn. Nougat. Ja. Ja? Nougat, ja. Och, dat had ik toch nooit kunnen raden. Had je het toch geraden? Niet... Ja. We zijn in AC. Waardoor is dat bekend, AC? Van niks. Jawel. Nul. Ik weet het. Niks. Ik weet het. Ja, van wat? Ja, gewoon raden. De visvangst. Nee. Kom maar op. Kunst eten. Nee. Kunst. Nee. Wel heel oud. Grotten. Ja. Amai, grotten cool. Van AC. Ja. Prehistorische grotten van AC. Dat wist je niet, hè? Ja, de meeste grotten zijn prehistorisch, hè. Ik heb er nog wel eens een hoop slachtoffers gemaakt, hè. Dat zijn zeker... Dat zijn goeie. Dat is om 300-400 beesten. Maar zot. Ja. Er waren zeker 500 vliegen. Echt? In zo'n vak zitten er zeker 100. 10 op 10. Toch zeker? Dat is niet waar. Allee, Vink, ook... verdeel dan eens in 4. Dan zit er toch in elk vak 100? Allee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en zo 10, 10 x 10 is toch 100? Wat is dat nou voor iets? Je hebt geen objectieve telling gedaan. Hè. Maar het was gewoon. Dat zijn er veel meer dan dat je denkt. Allee, ja, je hebt gelijk. Ja, voilà, je moet toegeven. Nee, ik zeg het maar voor de vanaf te zijn. Ik heb geen zin om hier een familiale ruzie te ontketen. En wel als ik dat er 600 zijn. Voilà.